Going Bananarama. Eindelijk alle hits op één CD. Going Bananarama. Met A Love at the First Degree, I Heard a Rumor, Shy Boy and Venus. Bananarama op LP, cassette en compactdisc. Nieuw in de winkel. Nothing's changed, really. Dat is handig. Een afwasbooi die je kan vullen. Eén druppel is al genoeg voor alle kleine klusjes. Mama, een bordje. Oh, dank je. Van Sorbo. Dus goed. Sorbo is in hulp in huis. Sorbo. With the two. Oui. Loulou, vous n'avez pas vu Loulou? Tu la connais, toi? Elle vient de partir. Je te dis qu'elle est partie. Loulou? Oui, c'est moi. Loulou, le nouveau parfum de Cacharel. Omdat ongelukjes gewoon niet te voorkomen zijn, introduceert American Express verzekerd kopen. Praktisch alles wat u met de kaart aanschaft is automatisch verzekerd, 90 dagen lang. Voor het geval het beschadigd raakt, iemand ermee aan de haal gaat en zelfs als uw spulletjes er uit zichzelf vandoor gaan. Verzekerd kopen, een nieuw privilege dat u geniet als u met de American Express kaart betaalt, zonder extra kosten. Wilt u lid worden? Bel nu 060396. Allee, hup. Voilà. Wie heeft zijn tv's nu al voorbereid voor rechtstreekse ontvangst van Moskou, Washington en Tsjechië Extradeel? Ja, inderdaad. Groen. Groen? Groen? Groen wie? Allee. Didi. Het is natuurzuiver, puur en heel licht. 100% plantaardig en licht verteerbaar. Rijk aan linolzuur, dus cholesterolverlagend. Ready zonnebloemolie. Je ziet dat het licht is. Opnieuw stijgende spanning tussen de bevolkingsgroepen in Joegoslavië. In de provincie Kosovo is massaler dan ooit betoog tegen de druk die uit de Republiek Servië komt om de invloed van de Albanese terug te dringen. In de hoofdstad Pristina gingen naar schatting 100.000 mensen de straat op om te protesteren tegen het ontslag van twee partijleiders. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor het groeiende Albanese nationalisme in Kosovo. In Pristina zag het zwart van de mensen, met vlaggen en met foto's van de vroegere president Tito. Eens het symbool van de eenheid in Joegoslavië. Maar nu is het goed mis met die eenheid. De Servische minderheid in Kosovo voelt zich onderdrukt door de Albanese meerderheid. Maar de meerderheid pikt het niet meer dat ze door het gezag uit de Republiek Servië op de vingers wordt getikt. Geen verandering in Kosovo werd er gescandeerd. Niemand trok zich iets aan van de oproep van de leiding van de communistische partij om het demonstreren te staken en naar huis te gaan. De twee partijleiders in Kosovo die ontslag hebben genomen ontkennen dat ze het nationalisme hebben aangewakkerd. In Genève zijn 5 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op het kantoor van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot. Volgens een anoniem telefoontje is de aanslag gepleegd door het Socialistisch Nationalistisch Front,
Maar die organisatie was tot dusver niet bekend bij de Zwitserse politie. Slachtoffers van de bomaanslag in Genève werden 5 voorbijgangers. 2 Amerikaanse toeristen, 2 Fransen en 1 Italiaan. De bom zat in een vuilnisbak op straat voor het gebouw van Aeroflot. Er was veel glasschade, maar in het kantoor van de Sovjet-luchtvaartmaatschappij bleef iedereen ongedeerd. In het gebouw zijn trouwens ook 2 Arabische banken gevestigd. Volgens de politie kan de aanslag ook iets met het Midden-Oosten te maken hebben. 3 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Tijdens de ontploffing was het vrij druk in deze chique winkelstraat van Genève. De nieuwe voorzitter van het West-Duitse parlement, de Bondsdag, wordt Rita Süssmuth, CDU-minister van Volksgezondheid en Familiezaken. Het is zeker dat ze de meerderheid krijgt als de Bondsdag komende week over haar kandidatuur stemt. Süssmuth wordt de opvolger van Philipp Jenninger, die vorige week aftrad na zijn omstreden rede over de Hitlertijd. Minister Deetman van Onderwijs heeft vanavond laten weten dat hij uiteraard wil praten met de representatieve studentenvertegenwoordigers. Eerder op de dag liet Deetmans ministerie weten dat hij voorlopig niet meer in het openbaar zal optreden. En deze mededeling kwam aan het slot van de actieweek van de studenten. Zij protesteren tegen de kabinetsplannen met het hoger onderwijs. Thuispellers van garnalen krijgen een laatste waarschuwing. Uit controles van de keuringsdienst van waren blijkt dat het thuispellen nog steeds erg onhygiënisch gebeurt. In een brief aan de Tweede Kamer zeggen staatssecretaris Dees en minister Braks dat de maat vol is. Ze geven het productschap voor vis en visproducten nog 1 week om maatregelen te nemen die de hygiëne verbeteren. Lukt dat niet, dan zal het thuispellen worden verboden. Waarschuwingen eerder dit jaar hebben niets uitgehaald. Op veel peladressen gaat het er onsmakelijk aan toe. Zo trof de keuringsdienst op een adres een levende kakkerlak aan op het schort van een van de pelsters. In Enschede en Hengelo bestaan plannen om beide steden samen te voegen. Met 220.000 inwoners zouden beide steden samen de 5e stad van Nederland vormen. Binnen 6 maanden zal bekend worden of het plan doorgaat. Een team van deskundigen onderzoekt hoe de samenwerking tussen beide steden geregeld kan worden. Volgens de burgemeesters vullen de 2 steden elkaar goed aan. Op dit moment is het al zo dat Hengelo en Enschede op veel gebieden nauw samenwerken. In de tweede ronde van de KNVB-beker is vanavond een wedstrijd gespeeld. Zaterdag club Spakenburg verloor op eigen terrein met 4-1 van AZ. En dan het weer tot slot. Veel bewolking. En nu en dan een bui in het oosten van het land, mogelijk met natte sneeuw. 'S Middags wordt het ongeveer 6 graden. En dit was het laatste journaal. Goedenacht.